Maar nu allemaal voor. Hoe was de stemming in de kleedkamer? Uh, ja, ik denk wel uh, weer uh, teleurgesteld en misschien uh, wel positief over het veldspel, want ik denk, ik denk dat dit uh, een van de best is na uh, lange periode. Maar dat je hem toch zo weer uh, weggeeft eigenlijk uh, doet uh, wel weer pijn. Ja. Hoe komt het dan uiteindelijk? Je creëert best wel wat kansen, je geeft weinig kansen ook weg. Maar hoe komt het dan dat het verschil niet gemaakt kan worden? Dat uiteindelijk Eindhoven met de drie punten naar huis gaat? Ja, we hadden een omschakeling gedaan met uh, de Nooie met mij centraal achterin. En dan uh, debutant Lulu uh, als linksback. Uh, ik denk dat uh, de opbouw van achteruit wel verzorgd was. Al stukken beter dan uh, voorheen. Op het middenveld ook wel, maar daarna ja, stokte het een beetje. En, uh, ja, ik denk dat dat nu de laatste fase is uh, om uh, ja, op, te oefenen op de training en uh, natuurlijk uh, de opbouw erin te houden. Maar dat we die laatste fase nog beter en uh, scherper doen. Komt het misschien ook omdat misschien Ricky van Haren te ver dan achteruit zou om de bal op te komen halen, waardoor je uiteindelijk weinig mensen hebt weer die naar voren juist kunnen voetballen? Ja, Ricky zal gaan spelen met een uh, eindpaas of een steekbal natuurlijk. Hij speelt nu wat meer op, uh, op de zespositie controlerende. Maar uh, ja, Jordi speelde ook naast hem. En dat is ja, hetzelfde soort spelen eigenlijk. Maar ik vond vooral de tweede helft dat hij uh, wat te ver naar achter kwam. Misschien had hij iets hoger moeten staan waardoor hij uh, misschien wat belangrijker uh, kwam. Maar de tweede helft creëerden we sowieso niet uh, heel veel meer. Dat was vooral de eerste helft. Je komt er wel in de tweede helft vlak na de rust op een 1-1 ja, gelijke stand. Is dat dan ook een moment waarop je denkt van nou, misschien dat er toch wel meer mogelijk is hier? Ja, dat dacht ik wel, want uh, wat ik zeg, het spel was gewoon goed. We zaten goed in de wedstrijd. Het ging op en neer, vooral op het middenveld dan. En, uh, ja, ik had er wel een goed gevoel over. Dus uh, ja, zeker. Dat was wel een punt om uh, te zeggen: van we gaan, we gaan eroverheen. Je gaf het al eventjes aan. Je hebt, de trainer kiest voor een iets andere opstelling. Die zegt ook dat uh, Bretti er nooit samen met jou uh, centraal achterin uh, komt te staan. Lulu Statia komt de linkerkant te staan. Hoe is dat bij jou uiteindelijk bevallen, die omschakeling? Ja, in principe uh, ja, ben ik wel, qua wedstrijd, op mijn naam ben ik wel wat ervaren. Dus voor mij moet dat niet uitmaken. Maar uh, Bradley is ook een linkspoot. Ik denk dat dat misschien wat helpt: dat je links en rechtspoot centraal hebt. En uh, ja, Bradley is uh, een rustig jongen, raakt niet snel in paniek. Dus uh, ja, ik vond dat het uh, wel goed stond eigenlijk vandaag. Uiteindelijk, hè, je hebt nu wel zes wedstrijden op rij uh, verloren. Dat is natuurlijk voor een sportman altijd ver vervelend. Maar is dat ook iets wat in de ploeg een beetje door begint te, te dreunen? Ook? Merk je dat ook? Ja, ik, uh, ik zou liegen als het niet zo was. Maar uh, ja, het uh, is altijd moeilijk om na een nederlaag weer uh, ja, opnieuw te beginnen. En dan weer een hele week gaan, te gaan trainen. En uh, om uh, die nederlaag dan weer te vergeten en uh, opnieuw te beginnen. Maar. Ik uh, heb vandaag wel weer een ploeg gezien, wat uh, lange tijd geleden was, uh, die voor elkaar ging en uh, waarbij het voetbal ook alweer uh, positiever was. Dus, uh, ja, het is zuur dat we uh, weer verliezen, maar ik uh, heb nog steeds een goed gevoel om uh, ja, het seizoen goed uh, te laten verlopen. Zeg maar. Dat moet al maandag maar gebeuren, als jong Ajax op bezoek komt op de Kromendijk. ja Gelukkig uh, spelen we maandag alweer, dat is wel wat lekkerder. Ik hou wel van wedstrijden in plaats van trainen. Dus, uh, ja, dan moeten we het daar maar tegen doen. Ik, uh, als we zo, zo verder gaan en uh, wat ik zeg, de uh, laatste puntjes op de i zetten, dan verwacht ik wel snel een overwinning. Ga ik je veel succes wensen. Dankjewel.